Heftige tijden voor BZV Jan. Het is schrijnend. Punt Jan uit Boer zoekt vrouw kwam een aantal maanden geleden al in het nieuws nadat hij vanwege de coronacrisis zijn zorgboerderij moest sluiten. In een nieuw interview vertelt de boer dat hij zich best wel zorgen maakt om zijn cliënten, die nu allemaal noodgedwongen thuis zitten. Op de zorgboerderij van Jan lopen normaal gezien zo'n 15 tot 20 cliënten rond, mensen met een handicap die niet goed mee kunnen draaien in de maatschappij. Die mogen nu allemaal niet meer komen. De eerste 2 weken liep ik hier met mijn ziel onder mijn arm rond, vertelt Jan, die de zorgboerderij samen met zijn ouders runt, aan Dent. In zijn eentje punt de boer, die aan BZV zijn nieuwe vriendin Nienker overhield, moest het opeens doen zonder al die hulp van zijn cliënten. Normaal gesproken zijn er 15 tot 20 mensen per dag, ineens was ik in mijn eentje aan het werk. Toch zet Jan alles op alles om in contact te blijven met zijn medewerkers. Mijn ouders en ik houden wel een vinger aan de pols bij de deelnemers. Punt schrijnend punt het gaat bij Jans zorgboerderij in sommige gevallen om zeer kwetsbare mensen. Wat gebeurt er wanneer zij opeens geen dagbesteding meer hebben? Voor een paar kwetsbare gevallen hebben we de deuren geopend, legt Jan uit. Verder is het nu vooral bellen, bezoekjes brengen en nieuwsbrieven sturen. Alles om eenzaamheid een beetje tegen te gaan. Het is schrijnend om te zien dat mensen eenzaam thuis zitten en de boerderij missen. Voor ouderen met Alzheimer is het met name voor de partners moeilijk. Daarnaast ligt er ook een ander gevaar op de loer. We hebben ook mensen met een verslavingsachtergrond die kunnen terugvallen in hun gebruik. Dat is pittig.